Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. In deze vlog ga ik ook bruidsjurk maken, dus ik neem jullie daarin mee en ik maak weer mooie stukjes in de winkel. Ik wil ook mooie bloemstukjes maken op Oase, dus dat is ook leuk op steekschuim. Dus ja, kijk gewoon gezellig mee en veel plezier met kijken. Ik ga nu eerst beginnen met alle bestellingen checken en inpakken. Heel veel mensen denken dat ik de hele dag bloemstukjes maak. En ik maak wel veel bloemstukjes. Maar wat ik ook heel veel doe is nu het inpakken van de DIY pakketten. Dus ja, daar ga ik nu eerst mee beginnen. En dan ga ik weer verder met bloemen maken. De winkel ziet er heel mooi uit. Het staat super mooi vol. Dus ik heb hier nu net eventjes tijd voor. Er is weer een pallet binnengekomen en heel veel is ook wat de vorige keer in die shoplog online kwam met die PTMD, Riverdale en dat soort dingen. Die werden heel snel uitverkocht, dus ik heb wat ik bij kon bestellen bijbesteld. En er zitten wat andere leuke ondergronden in, dus ik laat je het zien. Ik ben helemaal enthousiast over de ondergronden. Ik laat alvast even aan twee zien die ik ga gebruiken als DIY. En ja, die zijn gewoon echt heel erg leuk. Ik weet zeker dat die ook heel goed gaan verkopen. Allereerst deze, ga ik een mooi bloemstuk mee maken. En kijk, je kunt het mooi op tafel zetten. Er zit zo'n rekje onder. En deze is ook heel gaaf. Ik zal jullie even omdraaien. En kijk dit mooie hout. Echt super gaaf. Dat is ook een leuk prijsje. En deze is ook heel gaaf. Deze ondergrond. En het gaaf is, hier kan je een krans ophangen. En ik heb hele mooie kransen. Dus daar ga ik ook echt een mooi bloemstuk mee maken. Dus ja, ik ga weer aan de slag met echt gigantisch leuke ondergronden. En er zit nog wel meer bij. Dus genoeg leuke ideeën. Het is nu tijd om met het bruidswerk te beginnen. Ik begin eerst met het bruidsboeket. Zo, ik heb het bruidsboeket afgewerkt, de bloemen voor op de taart zijn afgewerkt. Ik heb wat losse toefjes, die zijn ook afgewerkt en de corsage zijn ook afgewerkt. En het bruidsboeket ook, ik weet niet of dat al had genoemd. Nu ga ik nog eventjes een polscorsage maken voor een bruidsmeisje, dus dat is leuk. En ik maak het altijd helemaal zelf, van top tot teen, dus de ondergrond en de corsage zelf, laten we zeggen. Dus die ga ik nou eerst maken. Ik maak het dan zelf, omdat je dan helemaal naar eigen... iedereen zou hem dan passen, want je kan hem helemaal buigen.
kijk, dit is mijn basis. En die is helemaal buigzaam. Ik ga hem nu nog niet buigen, want ik ga er nog lint omheen doen. Zodat het ook helemaal in dezelfde kleuren zijn als het bruidspakket wat is afgewerkt, meer af is gewerkt. En de corsage heb ik ook met dezelfde kleur lint. Dus voor iedereen hetzelfde. Dan is het allemaal weer mooi op elkaar afgestemd. Dan zit je ook niet met andere kleurtjes of iets dergelijks. Het is alleen wel iets meer werk. Maar dan heb je het wel echt super mooi. Zo, hij moet helemaal aandrogen nu. Maar dan een hele mooie basis. Als je met koudlijn werkt, moet je altijd, kun je het best altijd even wachten tot het iets aandroogt voordat je er echt mee plakt. En met warmlijn moet je altijd even oppassen waar je het op gebruikt. Kan je nooit op bloemen en dat soort materialen gebruiken. En zo, hij is klaar. Ik heb hem dus nu wat klein, hè? Dit is de achterkant. En nu kan ik hem dus buigen. Hij is nu goed droog, dus... Vooral met kinderen vind ik het handig om op deze manier te werken, omdat je het dan helemaal kan aanpassen en het dan ook gewoon lekker zit voor het kindje. En het eventueel ook makkelijk kan afdoen mochten ze dat willen. Hè? Kijk. En dan ga ik nu de bloemen erop verwerken. Dit moet natuurlijk heel veel fijntjes. Zo, en dan is deze ook klaar. Ik heb verschillende technieken gebruikt. Maar ik ga even alles mooi neerleggen. Dan kan ik jullie alles goed laten zien. Zoals je achter me ziet is het autostuk ook klaar. Super mooi geworden, vind ik zelf. En die gaan we straks bevestigen. En ik hoop dat ik dan nog wat beelden kan maken dat hij ook op de auto zit. Maar dat moeten we even zien. Dus wachten tot de bruidegom komt. Zaterdagavond nog een leuke DIY video opgenomen. De eerste video in het herfst. Ik denk als jullie deze video kijken dat hij al online staat, dat het dan de vorige is. Maar ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Maar ik zal hem even laten zien, want ik vind hem heel leuk. Want de ondergrond is ook echt wel prachtig. En die kun je elke keer weer opnieuw opmaken. Dus ook met kerst en dat soort dingen. Echt super. Goedemorgen. Ik heb net de bloemen binnengekregen. Of tenminste de bloemen voor de bestellingen. Dus die kunnen we gaan pakken. En straks komt weer een grote vracht. Maar ik heb weer een hele leuke DIY gemaakt. En dit vind ik zelf echt fantastisch. Dus ik dacht, laat hem even zien. En dit is hem geworden op standaard. Echt heel cool. En dan is het nu tijd om bezig te gaan met bestellingen. We'll be right back.
Zo, dat was mijn dagje wel. Zo, dat is echt lekker druk. En we hebben heel veel pakketten weggedaan. Dus dat is, ja, dat was gewoon een goed dagje. Ja, ik heb wat beelden kunnen laten zien. Zoveel mogelijk laten zien. Het is misschien wel wat veel beelden aan elkaar. Maar ik laat gewoon zoveel mogelijk weer zien wat mogelijk is. Ik hoop dat jullie wel een leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien we mij de volgende keer weer.